YouTube-kanaal. Dit is mijn eerste serie Dardro gaat vast. We gaan vast gaan samen met deze geweldige Sirocco van de persoon die zo meteen naast mij komt te zitten in de wagen. Geef al een blauw duimpje omhoog en laat weten in de reacties wat jullie ervan vonden als jullie het een toffe serie vinden, want dit zal zeker en vast niet de laatste serie zijn. Dit is nog maar het begin, want Dardro gaat vast! Hier zijn we dan. Goed laan, want volgens mij gaat dat vooruit gaan, hè? Moeske! Ja, achteruit gaan we niet gaan, hè, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Moes, dat is wel een beste maat voor de mensen die het nog niet wisten. De meesten gaan het wel weten. En ja, we zitten nu in zijn auto. Hè, we meedoen aan Dardro gaat vast. En voilà, hoeveel pk heeft hij? 303 en 449 newton koppel. Op een goede 1200 kilo. Dus dat nog, hè. Dat gaat goed vooruit gaan. Nu, jullie zien het misschien niet, maar voor ons is een mooi open stuk. Redelijk. We gaan eens rijden. Kom, we gaan eens rijden. Ben benieuwd. Allee, ben benieuwd. Ja, ik weet het al. De kijkers weten het nog niet. Dus, wat dat geluid al. Gast. Vertel eens aan de kijkers, wie bent je? Moes, ja man. Moes, even oud als Lorenzo van 94. Geboren in Leuven, zoals Jannik ook neem ik aan. Ja. We kennen elkaar van de Rotselaar al enige tijd terug. De kermis en alles wat daar te beleven was. Zeg maar. Oh, nee, ja, juist. Ja, de kermis tijd. Gaat allemaal veel te snel, maat. Kermis tijden met de fiets, dat weet ik nog. De muziek van Ismo, de schouders, ja. Maar dit is een autovlog, dus de auto. Van waar interesse in een Sirocco om te beginnen? Dragen, want... Ja, inderdaad. Je zijn al de obstakels op de weg met de verlaagde wagen. Oké, ja, verlaagd is hem natuurlijk. Van waar de interesse in auto's? Dat is begonnen eigenlijk met BMW'ken. Eerst is een 43-reeks. De meeste mensen zullen dat wel kennen ondertussen. Ja. Een hele bekende auto wel bij de jeugd. Proper auto ook als eerste auto, dan begint dat met verlagen, je begint met veren, maar dan denk je van ja, veren dat kan niet laag genoeg, dus koop dan aan een tijd toch een schroefset en dan begint het spel. Auto ligt lager, misschien ook niet aan de looks doen, andere chantekens eronder en dan zijn we vertrokken. Hè. Je hebt het gezien, spoilerke, sideskirt, heeft alles gedaan. Het is een mooie auto, ik vind hem persoonlijk echt mooi, want je hebt ook mensen die het te hard tunen, vind ik. Dit is zo net genoeg. Deze is nog subtiel eigenlijk. Dit is, subtiel ga ik nu ook niet zeggen, maar het is nog redelijk clean zo, niet te veel tralali tralala. Maar wat zeg je altijd aan het indoemen eigenlijk, wat zeg je aan het doen? Nee, dat is mijn kleppensysteem. Maar je hier moet draaien, kleppensysteem. Pas op voor de slijk, want we hebben net de auto gaan wassen. Dat staat niet op de vlog, maar we hebben de auto gaan wassen met mijn ouders. Dus we gaan een keer draaien. Ik heb mogen knippen en plakken nog eens. Dit is knippen en plakken, niks knippen en plakken. Dat wordt gewoon zo uitgezonden. Uitgezonden, denk ik niet. Hoor. Ben je een knipper en plakker, dat zal niet zijn. Nee, maar ondertussen zijn we drie auto's ver. En dit is er ook geworden, hè. Is ook niet sportief. Want de vorige auto was iets minder sportief, oké, wel luxueuzer. De 5-reeks, de 35 BMW, was dat? Nee, BMW 5, nee, geen 530. Maar de 520. 520, BMW 520. Maar wel de 2.2 6-cilinder van BMW, dus 170 pk. Oké, redelijk wat pk's, maar auto weegt veel. Hè. Ja, maar ik had natuurlijk wel de luxe dan. Hè.
Maar dan zijn we deze gaan halen, die standaard stok op 211 stond. Ja, standaard 211. En die ging eigenlijk standaard al redelijk goed. Volgens standaard, mij was daar al wel iets aan gedaan. Dat standaard was... gaan al redelijk goed. Dat is ja, een GTI-blok dat daarin steekt. De 6 GTI steekt erin. Klopt, GTI-blokje. Ja, ja. Maar die staan er bekend omdat je die redelijk wat kunt bijpoeieren natuurlijk. Hè. Bijpoeieren voor de Nederlandse kijkers onder ons. Chiptunen. Een beetje pk's extra geven. Ja, nu moeten we knippen en plakken, want jawel, daar de slagbomen gaan dicht. Dus staan we gewoon stil met deze prachtige wagen. Laat dat geluid. Ja, dat is lekker, hè. En hoe komt dat geluid? Dat is een downpipe dat eronder staat. Downpipe met kleppensysteem. Ja. En rechte lijnen, dus getback delete. Hè. Getback. Dat is idisch, een echte kenner. Ongelooflijk. Dus je hebt deze auto nu al hoe lang? Een jaar of twee? Nee, 3 jaar ondertussen. 3 jaar dus volgend jaar wordt de tijd voor iets anders waarschijnlijk. Wat ik net zeggen? Wat is het volgende? Ja, iets rapper, ja. Audi misschien. Rapper? Ja, rapper. Ja? Ja, je gaat niet trager kopen, hè. Rapper dan 300 pk? Ja, betaalt er toch wel redelijk wat geld voor? Van een... Goh, ja. De blokjes, allee, je hebt deze blokjes, dat is standaard 300 pk, dus die kunnen ook bijpoeren naar een goede 400 pk. Dat is een blok van een R, de Golf R bijvoorbeeld dan? Ja, Golf R, dat zijn gewoon... dat is eigenlijk hetzelfde blok. Ja, ook 2 liter, hetzelfde blok. Andere turbo, andere injecteurs. Wel, de dus, turbo gaat veel doen, hè. Nee, ja, klopt, ja. Dus je gaat eigenlijk nog harder gaan dan dit. Dat is toch altijd de bedoeling, dat je harder gaat. Je gaat niet afgeven, hè. Ja, voor de Nürburgring te rijden natuurlijk, ja, niet voor op de Belgische wegen. Maar zo'n keer van 0 tot 100 gaan is uiteraard wel heel leuk. Dat is fijn om zo'n keer zo'n optrek gevoeld te hebben. Ik zou zeggen, wacht even, dan kun je nog eens optrekken. Want die mannen van de post hiervoor, die gaan niet echt... die begrijpen dat, ja. Die moeten pakjes leveren, hè, natuurlijk even. Maar dit is een andere auto, dus je gaat eigenlijk nog straffer gaan. Okay. Maar dit is een Rocco, daar gaat het eigenlijk over, de Scirocco. Want de Scirocco wordt niet meer gemaakt. De Scirocco... Nee, de Scirocco wordt niet meer gemaakt. Dus dit is eigenlijk een investment. Ja. Goh. Een investment, dat zou ik nu ook niet zeggen, maar ze blijven wel speciaal. Dat blijft gewoon gaan. Wat zijn voor die vuilbak? Zijn voor... Nee, mag niemand komen. Hè. Ja, maar wel wauw. Maar de Scirocco is dus een zeldzame wagen. Dus eigenlijk zou die wagen elk jaar duurder worden dan. Want ja, die maken ze niet meer. Goh, dat zou ik kunnen zeggen, maar dan zou je niet meer mogen rijden. Hè. Want anders, vanaf dat je een auto koopt en niet daarmee te rijden, een auto zakt in waarde. Die gaan er meer stijgen in waarde. Hè. Tenzij dat je een oldtimer hebt, dat ondertussen al redelijk wel waard is geworden. Maar dat is in deze geval nog niet het geval. Ja. Ik vind zelf ook heel mooie wagens. Het enige nadeel vind ik persoonlijk, het zijn 3 deurs. Dus ja. 3 deurs, maar dan moet je voor zijn. Als je alleen bent, dan moet je nog niemand of geen kindjes meepakken. En als je een keer gezelschap hebt, die kan perfect langs voor. Ja. Voilà, en langs de andere kant, hoeveel keer neem ik iemand van achter mee? Dat is ook niet echt veel. En waarvoor gebruik je de achterbank voor rommel op te leggen? Hè? Of als je naar de winkel bent geweest of andere activiteiten die kunnen natuurlijk ook plaatsvinden. Voilà jongens, jullie kunnen de achterbak gebruiken voor allerlei activiteiten. Moes in dit geval, ja, spijtig, dat gaat niet. Nee, je kunt een zeeslag spelen langs zeeslag. Zeeslag, ja. Ja. Monopoly, alles. Monopoly? Ja, zelfs Twister als je wilt. Twister. Oh, maar, dat hebben we nog niet geprobeerd. De kleur op groen, dat hebben we niet geprobeerd. Nee, oké, de Rocco, oké, mooi autootje. Ja, plezant, hij speelt goed eigenlijk. Speelgoed voor volwassenen. Enkel jammer van de Belgische wegen en de mobiele flitspalen en de vaste flitspalen. Daar het plezier er een beetje vanaf. Langs de andere kant, veiligheid primeert nog altijd, vind ik persoonlijk. Het mag snel gaan, het mag een keer optrekken, het mag een keer fijn zijn. Maar om echt te gaan racen, paf. Ik ben nu wel voorstander om na 10 uur in de avond op de snelwegen ongelimiteerd te maken, zoals in Duitsland. Langs de andere kant ook weer niet, omdat, spreek mezelf uiteraard tegen, omdat de wegen in België het niet toelaten. Als je in Nederland of in Duitsland gaat rijden, dan snap je dat je daar op bepaalde uren van de dag ongelimiteerd mocht rijden en dat dat aangenaam is. Daar zijn de wegen veel degelijker aangelegd als hier in België. Ja, ja, inderdaad. Hier is dat niet echt, maar om zo'n auto, uiteraard, hij heeft vermogen. Je kunt het op de weg eigenlijk niet maximaal gebruiken hier in België, maar in Nürburgring of zo in Duitsland kun je uiteraard een keer met een auto naartoe gaan. Dat is geen probleem. Of een keer op zolder gaan rijden, dat is altijd fijn. Dan gaan wij zo meteen een keer wisselen. Maar ik moet de Golf 7 rijden. Ja, de Golf 7, dat is mijn wagen voor de mensen die het nog niet weten. En die wagen heb ik toevallig vorige week uitgeleend aan iemand die een lek had in zijn koelvloeistofleiding of zoiets. Ik weet niet meer wat het juist was. Ja, en het is zelf van al iets, die Golf 7 had ook een lek met koelvloeistof. Oh, weet ik niet. Zie, dat was geen lek, toen was hij dan weer redelijk aan een lek gaan natuurlijk. Ja. Nee, ja, maar het valt gewoon mee. Hè. Nee, het valt gewoon mee. Nee, schoen, maar dan gaan we zo meteen een keer wisselen. En dan hebben we eigenlijk alle specificaties van deze wagen gehad. Een klein 1200 kilo, 303 pk. Ja. Hoeveel was het newtonmeter? 449.
een 41, dat is ook al redelijk. Dus de wagen staat gewoon op een stage 2 gemapt dan? Ja. Hupsakee! Voilà, nu ben ik benieuwd. Ik heb met deze wagen maar één keer gereden en dat was een 211 pk standaard. Dat. Remember. Dat is al iets anders ondertussen. Ja, inderdaad. Go! Het grappige van al. Ik stap hieruit, de achterkant van de wagen. Zijn wel voorzichtig aan het. Natuurlijk. Veiligheid primeert. Dat is mijn kindje, hè? Met de mooie gordel aan te doen. Ik dat hier vasthouden of wat? Ah, daar ben ik ook, zeg. Daar ben ik ook te zien. Ja, je moet je niet vasthouden. Ja, houd je maar gewoon zo vast. Ja, inderdaad. Het leuke is van deze wagen. Een handmatige handrem. Maar ja, die ambriage is wel anders dan de mijne. Ja, zie maar dat je rijdt, gij. Oh ja. Je kunt toch nog schakelen, hè? Ja, ik kan schakelen. Als mama beter schakelt. Maar ja, die rijdt wel veel smoeter dan de mijne. Ik denk dat mijn ambriage bijna kapot is. Van mijn uit, hè. Ja, maakt een deze niet kapot als je wint. Nee. Het moet veilig zijn. Nee, daardoor met de Sirocco. De wegpiraat uithangen. Dus. De wegpiraat uithangen, zoiets, ja. Maar daardoor is voor alle veiligheid. Dat is een beetje spelen in het begin met de gaas, maar niet te veel gas geven. Te veel, ja. Dan patineert het zo. Dat is een beetje voelen. Ja. Echt wel prachtig een auto wel. Maar die ambriage is nog die splinternieuw. Is dat geen nieuwe ambriage? Nee, dat is geen nieuwe ambriage. Die ambriage is gewoon helemaal kapot. Die is gewoon een vervanging toe, denk ik. Ai man, dat is niet normaal. Ja, echt hè? Dat had ik ook echt gemerkt toen ik terug in mijn auto stopte. Ja joh. Dus als ik nu met mijn auto zou rijden, niet vlak na. Maar je valt gewoon stil, denk ik. Ja, echt waar. Wanneer draaien we terug, hè? Nee? Ja, dat is goed. Kunnen we hier eigenlijk in? Nee, dat loopt dood. Dat maakt niet uit. Ja, maar dan moet je achteruit terug, zo. We gaan daar gewoon draaien in de straat, want die rechter mij moet ook mee, zie ik. Oh, die pruttelt echt mooi, hè? Ja. Maar dat gaan pruttelen is toch lekker, hè? Holy moly. Dat is gewoon speelgoed voor grote kinderen, hè? Ik krijg zelfs, zoals ik zei, met die Golf 1.6, 160 pk, maar ik denk toch dat ik volgend jaar iets anders koop. Denk ik volgend jaar iets anders koop. Oh, poeh. Oh. Hoor. Hoe zou dat komen? Hoe zou dat komen? Dat kop valt in het verkeer, maat. Ja, daarmee dat je klep het systeem hebt. En dan hebben we de typische vluchtheuvels in België natuurlijk. Dat we tegen 5 per uur of 10 per uur kunnen nemen, best. Voor zo'n wet hier moeten we maar 30 overrijden. En ik vind dat maar normaal ook. Anders moet er geen maken. Ja, maar anders maakt de kosten aan een auto ook. Hè. Ja. Maar ik vind, zo'n vluchtheuvel, daar moet je traag over kunnen gaan. Zit er bedoeling dat je erover vliegt. Anders heeft het zijn nut niet. Het zijn nut is om eigenlijk de snelheid te breken van de lange weg eigenlijk. Hè. Hetzelfde als die bloembakken. Die vind ik wel een beetje raar, die bloembakken. Die gaan de snelheid echt helemaal niet schoon. Die gaan de snelheid ook echt niet temperen. Snap je? Dat is, ja, je vliegt er dan door sommigen dat je denkt van hoe. Ja, jongens en meisjes, ik denk dat het duidelijk is, hè. De Sirocco, ongelooflijk, 303 pk, geweldig machine. Dikke merci Moes dat ik eerst mee mocht meerijden, dat ik zelf heb mogen rijden. Was super nice. Jongens en meisjes, blauwe duimpjes omhoog. Laat weten in de reacties wat jullie van deze video vonden. Want er gaan zeker vast nog video's volgen. En als jullie een wagen hebben dat jullie denken van, oh, ik wil mijn wagen ook in die serie. Of ik heb wel iets voor daardoor wat leuk lijkt voor de serie, voor de vlog. Laat het me weten in de reacties. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Zoals we altijd zeggen, flex de biceps. En joejoe. Ja, Moes. Zalige auto. Ja, en geamuseerd. Ja, niet normaal. Ja. Volgende week komen we kan halen. Koppen. Dat hebben we eigenlijk nog niet besproken, juist. Ja. Wat was de prijs van die wagen? Goh,
Ik heb er juist geen 20 aan betaald, maar ja, dat is 3 jaar geleden. Hoor. Net geen 20.000 euro, 3 jaar geleden. Ja. Nu ja, voor de mensen die hem toch willen kopen, als het te koop staat, laat ik het zeker weten. Want ja, als mijn beste maat jullie gaan het zeker was te weten, dan kunnen jullie hem kopen. Want het is een super nice auto, hij rijdt heel zalig. En heel snel. En heel snel, maar dat mag niet altijd. Maar ik ben er echt over verliefd op. Zalige wagen, dikke merci. En ik kan een beetje extra vliegen, dankzij Red Bull. Je kunt extra vliegen dankzij Red Bull. Oké, dan gaan we de vlog afsluiten. Nu, de biceps zijn aanwezig. Dus we sluiten elke vlog af met... Wacht, ik ga het zeggen. Dus flex de biceps en juju. Dus zoals we altijd zeggen, flex de biceps. Zal ik de juju doen? Nee, dat ook een bicep flexen. Ik zeg flex de biceps en jij zegt juju. Maar ik flex dat, oké? Alle twee flexen. Ja. Maar jij zegt juju en ik zeg flex de biceps. Oké, met deze het einde van de video, jongens en meisjes. Vonden jullie het leuk? Geef een blauw duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En dan zeggen we zoals altijd, flex de biceps. Juju!